Verbeter de wereld met Vork en Mes. Mijn naam is Esther Molenwijk en dit is Studio Plantaardig. Hoe maken we plantaardig het nieuwe normaal? Nou, daarover verschillende meningen. Toen Peter Singer zijn beroemde boek Animal Liberation uitbracht, dacht menig een dat, nu het echte verhaal over de veehouderij aan het licht was gekomen, de weg naar een vegetarische wereld was ingezet. Maar wat blijkt, kennis vertaalt zich nog niet zo snel door in gedrag. Oftewel, awareness is overrated. En belangrijker, mensen ervaren vooral praktische obstakels in hun weg naar een meer plantaardig menu. Moeten we het misschien anders aanpakken? Moeten we mensen niet op hun geweten aanspreken, maar ze verleiden en helpen om kleine stappen te nemen? Mijn gast van vandaag is vegan-strateeg Tobias Leenaert. Hij is medeoprichter van de Vlaamse vegetarische vereniging EVA, van ProVeg, en hij schreef het uitdagende boek How to Create a Vegan World, a Pragmatic Approach. Dag Tobias. Ja, hallo. Mijn eerste internationale gast. Ja, oké, kom van niet zo ver. Nee, niet zo ver. Maar toch leuk om ook een ander accent eens een keer in de podcast te hebben. Welkom. Dankjewel. Ik heb je boek natuurlijk gelezen en ik vond het razend interessant. Dank je. Ontzettend boeiend. Ik denk dat ik ontzettend veel vrienden ermee lastig heb gevallen, wat ik er allemaal van heb geleerd. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook af en toe wat schuren. Mm-hmm. Af en toe wat, het was ook wel een beetje een spiegel naar mezelf. En was prikkelend om te lezen, laat ik het zo zeggen. Maar laten we er eerst maar eens even induiken. Oké. Ik zou graag willen beginnen met de metafoor The Route to Veganville. He, dat is de metafoor waar jij je boek mee begint. Ja. Wat bedoel je daarmee? Dus Veganville is een dorpje dat op een heuvel ligt. En onze bedoeling als veganisten, als veganbeweging, is eigenlijk iedereen, alle mensen van de wereld, in dat dorpje te doen wonen. Dat kan natuurlijk niet, maar dat is de metafoor. Ze wil eigenlijk zeggen van je wil hen stimuleren om de trek naar Veganville te beginnen. En dat is niet zo makkelijk. Veganville ligt op een heuvel, dus je moet moeite doen. Het is niet the way of least resistance, om het zo te zeggen. En ik heb in het boek verschillende hoofdstukken geschreven. En die hoofdstukken komen overeen eigenlijk met de verschillende dingen die je moet doen om de mensen die tocht te laten ondernemen. Dus je moet ze eerst en vooral aanmoedigen. Je moet hen een boodschap geven. Je moet hen zeggen van ga in Veganville wonen. Of je kan ook zeggen van probeer eens Veganville uit voor 30 dagen. Mm-hmm. Je kan zeggen van doe dat voor die redenen. Daarom en daarom, daar moet je vertrekken nu. Maar je kan ook, en dat is heel belangrijk, kijken naar wat kan je doen om die route naar Veganville, die weg, makkelijker te maken voor mensen. Dus je kan zitbanken installeren, en kan je restaurants installeren, en je kan daar hotels zetten waar dat ze kunnen overnachten en verder. Dan ga ik ook kijken naar hoe communiceer je met die mensen, hoe moedig je ze aan, hoe kan je eigenlijk op een enthousiasmerende manier spreken tegen hen. En tenslotte, hoe zorg je ervoor dat iedereen eens in Veganville zitten, daar ook blijven. Dus dat gaat dan over de sustainability als een vegan of als een veganist. Omdat we weten dat er nog altijd duurzaam veganist zijn. Ja, activist eigenlijk. Of veganist. Ja, ja, inderdaad. Omdat er nog altijd veel mensen zijn die op een bepaald moment met veganisme of met activisme ophouden en terug naar beneden van de heuvel eigenlijk rollen. Ja, ja. Ik vind het een krachtige metafoor. Hè, omdat je ook die weg zo voor je ziet en daadwerkelijk obstakels. Dus ik kan me voorstellen dat dat helpt om een beetje gevoel te krijgen bij dat het niet zomaar één stap is voor mensen om eventueel veganist te worden. Ja, en daar moeten we denk ik ons heel goed bewust van zijn. Ik denk dat dat altijd een van mijn voornaamste takeaways is in mijn lezingen en schrijfsels. Is dat jij niet dezelfde bent als je publiek. You are not your audience. Dus je moet je het verschil realiseren tussen jou en het publiek. Je kan misschien denken van ja, veganisme, dat is makkelijk en ik ben daar zo mooi gemotiveerd en dat kost me allemaal geen moeite en dit en dat en dat. Maar je realiseert je niet dat het publiek dat je voor je hebt, de persoon die je probeert te overtuigen of warm te maken, dat die misschien een heel andere geschiedenis heeft, een heel andere persoonlijkheid is, andere motivaties heeft, misschien bepaalde zelfs voedselallergieën heeft die het moeilijker maken voor hem of haar om die stappen te zetten enzovoort. Dus je moet je in de schoenen plaatsen van je publiek om te weten wat het is om die trek te ondernemen naar Veganville en vegan te worden. Ja, heb jij dit ook zelf meegemaakt? Dat je zelf aan die kant stond waarin je dacht van ik ga mensen overtuigen?
Ja, absoluut. Ik ben begonnen als een vrij... Ik noem me nog altijd radicaal, want ik ben voor de vegan wereld, dus dat is vrij radicaal. Maar ik ben ook begonnen als iemand die... ik heb nog ook staan schreeuwen enzovoort. Ik heb nog geroepen naar mensen dat ze moordenaars waren. Dat is allemaal heel leuk. Maar of dat het heel efficiënt is, is iets anders. Je voelt een ontlading en dat voelt goed. Zeker als je samen met andere mensen staat te roepen enzovoort. Nu, ik maak er een beetje parodie van, maar dat is effectief wat ik wel gedaan heb. Ik ben dan geëvolueerd naar een ander soort activist door eigenlijk aan het hoofd te staan 15 jaar lang van de organisatie en met heel veel stakeholders in contact te komen. Dus van de organisatie niet meer... EVA, ja, bedoel je? Ja. Dus we waren niet meer aan het praten gewoon met de gewone man of vrouw in de straat, maar met beleidsmakers, met mensen in de academische wereld, mensen in bedrijfsleven enzovoort. En dan zie je dat je eigenlijk... een boodschap moet hebben die behapbaar is. Dan zie je ook dat dierenargument niet altijd zoveel effect heeft bij bijvoorbeeld beleidsmakers. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld dat het gezondheidsargument of het duurzaamheidsargument veel belangrijker is voor hen. Dus dan kan je daar gebruik van maken. Dus ik ben pragmatischer geworden door aan het hoofd te staan van de organisatie en te proberen samenwerken met veel actoren. Hoe lang heeft die fase geduurd van dat je, laten we zeggen dat je nog moordenaar hebt staan roepen, of meat is murder is geloof ik de slogan, en dat jij realiseerde van misschien is dat voor mij niet de aanpak. Ja, toch vanaf dat moment dat ik vegetariër of veganist werd, heeft het toch een aantal jaar geduurd eer ik pragmatischer geworden ben. Het heeft ook een aantal jaar geduurd eer ik een organisatie opgezet heb natuurlijk. Ja. Hè. Dat heeft zijn tijd nodig gehad. Ja, ja. En is dat... ik kan me ook voorstellen dat het best een moeilijke stap is om te maken. Omdat je jezelf hebt overtuigd om heel... rechtlijnig daarin te zijn of principieel. En op een gegeven moment moet je misschien iets gaan loslaten van je principes of je aanpak. Maar ik zeg altijd van je moet kijken naar wat je wil. Wat ik wil is dat dierenleed stopt en dierenuitbuiting en diergebruik stopt. Als je iets doet dat daarmee in overeenstemming is, of als je gelooft van kijk, als ik het nu zo doe of zo doe, dan gaat dit mijn doel sneller dichterbij brengen, dan verraad ik mijn principes helemaal niet. Ja, dus het kan zijn, soms zeg ik het zo van... de dierenactivisten denken allemaal van... we moeten altijd over de dieren praten, zoveel mogelijk over de dieren praten. Mm-hmm. Wel, je kan de dieren soms beter helpen door niet over hen te praten in bepaalde omstandigheden. Is dat uw principes verraden? Nee, je praat wel niet over die dieren, maar je doet het voor die dieren. En waar praat je dan over, bijvoorbeeld? Pardon? En waar praat je dan over, bijvoorbeeld? Wel, je kan dan bijvoorbeeld over gezondheid praten of over milieu. Dus het is soms zo van dat bepaalde mensen in de bedrijfswereld of zo... Ja, die hebben dan bepaalde vooroordelen over die dierenrechtenactivisten. Dat gaan dan radicale mensen zijn, zwart-witdenkers enzovoort. En ze voelen zich... De meeste mensen voelen zich door het dierenargument veel meer bedreigd dan door het gezondheids- of het milieuargument. En vandaar dat die argumenten in bepaalde situaties of contexten meer efficiënt en beter bruikbaar zijn. De Vegan Voxpop. Mogen we u iets vragen over voedsel? Jawel. Ja? Jawel. Vindt u ook niet dat we allemaal vegetarisch zouden moeten worden? Ja, ergens wel. Maar af en toe een stukje vlees. Maar goed, ik vind het een heel goed idee. Bent u zelf vegetarisch? Nee, zeker niet. De helft. En waarom niet? Omdat ik een stukje vlees gewoon heel erg lekker vind. Ik ben gewoon heel eerlijk in. Maar wij eten 2 keer in de week vis. 1 keer helemaal niet en dan 2 keer in de week vlees. En dat is het. Denkt u ook dat de stap is naar... misschien wel meer plantaardig eten? Ja, zeker. Daar ben ik het helemaal mee eens. Al die vreselijke grote schuren vol met beesten, dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt heel erg. En dat moet een beetje stoppen. Maar het weerhoudt u er nog niet van om af en toe toch ook een stukje vlees te eten? Nee, nog niet helemaal. Nee. Maar misschien gaat dat ook de goede kant op. Vind je niet dat iedereen vegetarisch zou moeten worden? Zeker niet. Zeker niet. En waarom niet? Omdat vlees lekker is en het is goed voor je. Er worden ook heel veel dieren voor geslacht. Tja, dat is altijd al zo. Dus dat is niet erg? Nee, ik heb er geen moeite mee, zolang het op de goede manier gebeurt. Maar dat is ook niet altijd zo trouwens. En eet je wel eens vegetarisch? Hm? Eet je wel eens vegetarisch? Jawel.
Jawel, ik vind het wel lekker om gerechten met alleen groenten te eten. Dat kun je gewoon op een goede manier klaarmaken. Ja. 2-3 keer in de week voor de afwisseling af en toe is niet erg. Denkt u dat we ook naar steeds meer plantaardig eten gaan in plaats van dieren? Nee, denk ik niet. Nee. En waarom niet? Nee, ik denk dat is het verschil in mensen. En ook hoe ze er tegenover staan. Niemand is hetzelfde, niemand denkt hetzelfde. Dus ik denk dat niet gaat gebeuren, in mijn opinie. Maar misschien wel, maar ik denk het niet. Vindt u niet dat we allemaal vegetarisch zouden moeten worden? Nou, allemaal, dat weet ik niet. We eten wel wat minder vaak per week vlees, maar om nou vegetarisch te worden, dat zit er bij mij niet in. Wat weerhoudt u daarvan? Ja, ik denk dat het een gewoonte is en dat ik het toch wel lekker vind, een stukje vlees. Eet je wel eens vegetarisch? Bijna altijd nu. Ben ik op overgestapt. Denk je dat je in de toekomst nog vaker vegetarisch gaat eten? Ja. Ik merk aan mezelf een geleidelijke schaal. Eerst was het af en toe vegetarisch. Ja. Maar ik wil toch nog wel even die gehaktbal. Dit is ook aan thuis denken en weet ik. Ja. Nou, vervolgens had ik die oesterzwam bitterbal. Vond ik fantastisch. Nou, dan hoeft dat andere ding voor mij niet meer. Dus bij mij zit een geleidelijke schaal. En dan denk ik nu jij dit zegt, één keer per dag geen dierlijk. Why not? Wat zijn nou de belangrijkste obstakels van mensen om uiteindelijk die route naar veganville te gaan bewandelen? Ja, er zijn verschillende zaken. Hè. Er zijn nog altijd overtuigingen dat Melanie Joy noemt dat de 3 N's of justification. 3 N's, natural, necessary en normal. Ja. Zo zien we vlees. Het is ook lekker voor de meeste mensen. En een heel belangrijk iets is, de meerderheid doet het nog altijd. En mensen doen gewoon wat de meerderheid doet. En je kan je goed voorstellen dat je, misschien hebben sommige luisteraars dat nog meegemaakt, maar dat je zo zegt van, kijk, eigenlijk dieren eten, dat is toch niet juist, er klopt toch niet iets niet aan. En die dan om zich heen kijken en die 90-95% van de mensen dat toch zien doen. En die dan concluderen van ja, zo fout kan het niet zijn, want iedereen doet het. Ja. Dus het feit dat we zo'n massa hebben van mensen die iets anders doet, maakt het moeilijk voor ons om tegen die stroom in te gaan. Ja, de mooie uitspraak in je boek. Most people eat meat because most people eat meat. Ja, inderdaad. Dus we doen wat andere mensen doen en we eten vlees omdat andere mensen vlees eten. Ja. En dat moeten we doorbreken. En eens dat we daardoor zullen zijn en eerst dat we kritische massa zullen hebben van een aantal x procent, ik weet niet hoeveel procent, 10% of zo, van mensen die het anders doen, zodanig dat andere mensen, de vleeseters, de hele tijd mensen tegenkomen die geen vlees meer eten of al veel minder of veganist zijn of wat dan ook, en die normaliteit doorbreken en zeggen van het is niet meer zo normaal, dan zal het zoveel makkelijker zijn ook om te veranderen. En hoe doen we dat? Wel, je kan dat doen dus door te proberen mensen te zeggen van je moet vegan worden en het moet voor de dieren zijn. Ja. En dat is wat ik noem de idealistische aanpak. Dat is eigenlijk wat ik ook wil. Hè. Ik wil dat mensen vegan worden voor de dieren. Maar werkt soms, werkt vaak ook niet. Hè. En ik denk dat we die aanpak nodig hebben. Ik stel daarnaast dus een andere aanpak voor die ik een pragmatische aanpak noem. En die bestaat erin dat je niet noodzakelijk over veganisme babbelt, maar dat je over vermindering babbelt. Dat je mensen helpt verminderen. En dat je ook de reden waarom dat ze dat doen niet zo belangrijk acht. Dus je hoeft niet te praten over dieren, maar je kan ook over die andere dingen praten, zolang het maar effect heeft. Hè. Dus het belangrijkste is dat het resulteert in concrete stappen, dat het iets doet. Hè. En mensen zitten zo vaak bezig met, ja, mijn principes zijn dit en dat en dat. En zij willen hun eigen boodschap volgen, maar ze kijken niet naar de impact die ze hebben. Die impact kan zelfs negatief zijn. Ze kunnen zelfs mensen verder van veganisme afdrijven door op een bepaalde manier te praten over veganisme. Hè? Radicaal of te agressief of zo. Ja. Dus vandaar altijd kijken naar resultaat. En dan zie je dat je waarschijnlijk veel resultaat kan boeken, additioneel resultaat, door mensen te vertellen van eet minder vlees. En wij weten dat het effect, het gezamenlijke effect, je kan dat berekenen, het gezamenlijke effect van al die vleesverminderaars, stel het zijn er 40% of zo, die af en toe
geen vlees eten. Dat zal groter zijn dan die 2%. We denken nog niet dat we aan meer dan 2%, als het zoveel is al, vegans zitten. Ja, dat gaf Willem Boterman ook aan in de tweede podcast, de sociaal geograaf. Die zei ook, we moeten ons vooral richten op die groep. Hij noemde dat dan flexitariërs of vleesverminderaars, mm-hmm. inderdaad, om die iets minder te gaan laten eten in plaats van ons heel puur op... het creëren van meer vegans. En wat eraan belangrijk is, is dat die paar procent vegans, die kunnen die markt niet zo interessant maken. Of die maken het niet zo interessant voor grote bedrijven. Mm-hmm. Maar als grote bedrijven zien van, kijk, er is hier 40% van de mensen die af en toe die producten kopen, ja, dan wordt het een interessante markt. Die bedrijven gaan meer, en dat is wat er nu aan het gebeuren is, die bedrijven gaan meer en meer producten maken, beter en beter verspreiden overal in al die grote warenhuizen enzovoort, supermarkten. En dat is het belangrijkste, dan wordt het zoveel makkelijker voor iedereen om verder en verder te shiften versus of richting plantaardig. Ja. Omdat het gewoon overal is en de weerstand van mensen om over dieren na te denken, vermindert en vermindert, omdat ze zien van, oh, ik moet hier eigenlijk geen opoffering meer maken. Ik moet hier eigenlijk niets meer opgeven, want er is ook ander lekker eten te vinden. Ja, ja. En je had het net over de veganisten die echt juist over de dieren willen hebben en over het onrecht. Ik kan het me ook wel wat voorstellen, dat als je zelf veganist bent geworden, heb je misschien ook heel veel overtuigingskracht voor jezelf nodig gehad om dat te doen. Misschien ook om het te blijven. Is het soms ook makkelijker om het voor jezelf heel zwart-wit te zien, mm-hmm. om zeker te weten dat je niet af en toe weer een beetje terugglijdt, maar gewoon eigenlijk een soort eigen geloofssysteem op te bouwen van dit is hoe het hoort. En dan... Ja, moet je vervolgens eigenlijk heel genuanceerd met mensen omgaan die misschien nog elke dag vlees eten bijvoorbeeld. Hoe kun je daar nou als veganist voor jezelf mee omgaan? Ja, dat kan een uitdaging zijn. En ik denk dat het belangrijk is om te zien van dat er twee verschillende dingen zijn. Je kan daar zelf heel consequent in zijn. En ik ben ook 99,9% consequent in wat ik eet. Maar je hoeft datzelfde niet te communiceren naar andere mensen die nog zo ver niet staan als jij. Dus dat is eigenlijk een verschil dat je moet kunnen maken, denk ik. Of het zou efficiënt zijn als je dat verschil kan maken, yeah. dat onderscheid kan maken. Maar niet iedereen, dat is niet aan iedereen gegeven. Sommige mensen zitten inderdaad een beetje vast in dat zwart-wit denken en gaan dat dan ook naar anderen toe ook zo voorstellen. Dat is denk ik niet de ideale gang van zaken. En ik zeg altijd van, ja, als het moeilijk is, probeer gewoon altijd te kijken van... altijd weer te herinneren van, ik doe het voor de dieren en ik ga kijken wat voor de dieren het meest impactvol is. En als dat iets anders is dan wat je denkt vanuit je principes en je zwart-wit denken dat het beste is, als dat iets anders is dan dat, dan doe je dat. Gewoon omdat je resultaat wil hebben. Voor mij is dat redelijk evident. Je kan er natuurlijk niet eindeloos ver in gaan. Je kan niet, het is niet het doeleindig te middelen en we gaan niet alles doen. Mm-hmm. Maar je kan bepaalde andere accenten leggen, andere argumenten gebruiken, andere vragen stellen, andere boodschappen geven enzovoort. Ja, ja. Ja, wat ik een interessant voorbeeld vind, wat je ook in je boek aanhaalt, is bijvoorbeeld de Meatless Monday of de Veganuary. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk initiatieven om mensen af en toe een dagje of een maandje minder of geen vlees te laten eten. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar dit vlees eten, dat is... zo immoreel. Hoe kun je nou zeggen dat je 6 dagen in de week dat wel mag doen en dan 1 dag in de week niet? Hè? Hoe kun je dan eigenlijk nog verdedigen dat het belangrijk is om dat die 1 dag in de week te laten als je het die andere 6 dagen in de week gewoon zou mogen doen? Hè, het is immoreel om iets te vragen, mm-hmm. dat minder is dan vegan. Ja. En ja, mensen vergelijken het, die gaan zeggen van, je kan niet vragen aan mensen om 1 keer 1 dag in de week vegan te zijn, net zoals je niet kan vragen aan mensen om 1 dag in de week hun kinderen niet te slaan, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Het grote onderscheid tussen die twee dingen is natuurlijk dat vlees eten door 95% of meer van de bevolking wordt gevierd, effectief. Hè. Ze vinden dat geweldig. Terwijl dat je kinderen slaan illegaal is en dat de meeste mensen, 99% van de mensen, daar heel erg tegen is. Dus er is een totaal ander sociaal draagvlak voor die dingen. En dat zal de mensen een perceptie van het probleem beïnvloeden. En dat wil ook zeggen dat je boodschap en je communicatiestijl daarop moet richten. En je kan op je hoofd gaan staan en zeggen van nee, het is immoreel.
En dat kan dan helemaal stroken met je eigen principes, maar dan ben je vooral met jezelf bezig, denk ik. Dan ben je vooral bezig met, dat moet hier helemaal zuiver voelen voor mij. En daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat niet om onze eigen zuiverheid. Het gaat om effecten hebben. Het gaat om voor de dieren iets teweeg te brengen. En je kan je altijd afvragen van, kijk, dat varken dat daar op dit moment in die kooi vastzit voor heel haar leven, wat zou die nu willen dat wij aan het doen zijn? Of wat zou die nu willen hoe dat wij communiceren? En het antwoord daarop is, alles wat dat mij hieruit haalt, is goed. Dat is een soort krachtig eindpunt om elke keer voor je te houden op het moment dat je afvraagt welke maatregel je wil nemen of hoe je wil communiceren. Wat ik ook ontzettend interessant vond is, ik pak even een mooie quote eruit die jij van Jerry Stern in die jij gebruikt in je boek. It is easier to act yourself into a new way of thinking than to think yourself into a new way of acting. Kun jij hem toelichten? Ja, maar dit gaat eigenlijk over het verschil tussen attitudes en gedrag. En de meeste activisten gaan uit van, we gaan eerst de attitudes, de geloofsovertuiging van mensen beïnvloeden en dan gaan ze wel van gedachten veranderen, van gedrag veranderen. Dus we gaan een informatie geven. Ze gaan zeggen van, oh ja, dat is waar, dieren zijn belangrijk, dus ik ga nu vegan worden. Dat is attitude naar gedrag. Heel vaak faalt dat. Er is een attitude-behavior gap. Hè. Er is gewoon een soort van muur daartussen vaak. En dat leidt niet tot, die attitudeverandering leidt niet tot gedragsverandering vaak. Nu, je moet dat blijven proberen, maar wat je ook moet proberen en ook moet doen, is het omgekeerde. Eerst het gedrag van mensen veranderen, zonder dat je daarvoor hun houding al verandert. En dan zal makkelijker hun houding veranderen, hun geloofsovertuiging veranderen. Als je zorgt dat zij af en toe, om gelijk welke reden en gelijk welke mate, een vleesvervanger eten, Beyond Meat of zo, dan wordt het voor hen makkelijker om te geloven dat dieren inderdaad belangrijk zijn. Waarom? Omdat je die hindernissen wegneemt. Omdat je de weerstand vermindert. Omdat mensen kunnen zeggen van, omdat mensen zien van, ja, ik kan hier nog altijd geweldig eten. Dus het wordt nu plots makkelijker om over dieren na te denken. Ja, ja. Als je ze alternatief geeft, dan wordt het makkelijk. En als zij de alternatief niet kennen, dan willen ze daar niet over nadenken. Dus... Ja, ja, want dan is er te veel cognitieve dissonantie eigenlijk. Dan realiseren ze zich van, dan moet ik er ook iets mee. Ja, misschien, ik geef altijd het voorbeeld van mijn smartphone is belangrijk voor mij. Ik weet dat er allerlei problemen mee zijn, maar ik heb niet echt een alternatief. Dus de artikelen die gaan over al die nadelen van die smartphone, ik wil die niet lezen. Ja. Maar zodra ik een alternatief heb en ik koop die andere smartphone, dan zal ik dat artikel heel graag lezen, want dat zal dat mij bevestigen in mijn keuzes enzovoort. Ja. Ja, dus dat wil zeggen, behavior first, dus gedrag eerst en dan attitude. Ja, het klinkt zo gek, hè? To act yourself into a new way of thinking. Maar eigenlijk snap ik hem ook. Een ander citaat is, where you stand depends on where you sit. Dus waar je, wat je opinie is over iets, hangt af van de situatie waarin je bevindt. Ja, ik sprak laatst met een fanatiek hardloper. En die zei inderdaad dat hij veganistisch was geworden vanwege de gezondheid. Mm-hmm. En dat hij echt merkte dat hij er beter door was gaan lopen. En toen kwam opeens het nadenken over dieren. Ja. En toen kwam opeens dat hij zei, ik zou ook helemaal geen vlees meer willen of kunnen eten. Het houdt veel steek, hè, omdat die persoon ziet van, ik ben hier nu al vegan aan het eten. En dan plots wordt het veel makkelijker om die dingen over die dieren te weten te komen. Of te leren, of je ervoor open te stellen. Ja. En je ziet dat je inderdaad heel veel, komt dat altijd opnieuw tegen mensen die beginnen met vegan te zijn om gezondheidsreden, of een beetje plant-based te eten voor gezondheidsreden, en die uiteindelijk die-hard dierenactivisten zijn. Ja, ja. Dus vandaar dat ik ook zeg van die motivatie, de argumenten die we gebruiken, doen er niet zoveel toe. Die evolueren toch bij mensen. Ja, en die evolueren in jouw ervaring ook vaak die kant op? Ja, heel vaak. Ja. Er is daar al onderzoek over gebeurd, maar er zou nog meer onderzoek mogen over zijn. Maar inderdaad, mensen beginnen met gezondheid en die doen dan de andere argumenten op along the way. Ik las onlangs artikel in de Trouw. Was een interview met een culinair journalist. Waarom Tel Aviv er zoveel veganistische restaurants in Tel Aviv zijn, of waar er veel veganisten in Tel Aviv zijn.
Paradoxaal genoeg zorgen de ultra-orthodoxe Joden, die juist behoorlijk veel vlees eten, ook voor het verstevigen van de veganistische markt. Volgens hun voedselwetten mag je na het eten van vlees 6 uur lang geen zuivel eten. Dus maken zij voor hun desserts gretig gebruik van al die veganistische zoetigheden die zijn ontwikkeld. Een lekkere cappuccino met sojamelk, romige vegan ice en dito chocolade. Hoe meer van deze producten worden gekocht, hoe meer erin wordt geïnvesteerd en hoe beter en lekkerder ze worden. Wat het weer makkelijker maakt om vegan te gaan leven. Precies, ja. Dat is toch een mooie paradox? Ja, paradox, ja en nee. In elk geval, zoals ik zei, van die vleeseters die helpen, of de mensen die af en toe vegetarisch of plant-based eten, die helpen enorm met die markt te creëren. En op die manier wordt het dus makkelijker voor iedereen om meer en meer te shiften. Nu, nog een andere zaak over Israël is van, die mensen zijn er inderdaad al gewoon om orthodox, om kosher te eten. Dus ik denk dat die ook meer begrip hebben voor mensen die bepaalde spijswetten, zoals vegans dat ook hebben. Hebben. En daardoor zal er wel meer begrip voor bestaan. En gaan er mensen zijn die daar meer op inspelen. Ja, dus eigenlijk laat dit ook weer zien dat het dan niet altijd om morele redenen gaat, maar dat er bepaalde praktische omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat er iets gebeurt. Ja, religie kan daar ook een rol in spelen. Hè. En ik heb in het boek ook voorbeelden gegeven van de afschaffing van de slavernij, dat de technologische revolutie daar ook een rol in speelde, omdat bepaalde machines dan goedkoper waren dan het houden van slaven. Dus dat zijn pragmatische dingen waarvan dat we zeggen van ja, je mag het toch niet om die redenen doen, zeg. Ja. Maar het helpt allemaal om die morele redenen makkelijker ingang te doen vinden. Ja, terwijl we graag met elkaar denken dat we allemaal zoveel moreler zijn geworden en dat we het om die redenen de slavernij hebben afgeschaft. Ja. Maar eigenlijk waren het die praktische voorlopers die een rol gespeeld hebben, maar ondertussen zijn we er ook wel morele redenen tegen. Ja. Maar dus wat het dan ingeluid heeft of wat het dan makkelijker gemaakt heeft, dat is niet zo belangrijk, vind ik. Ja. Belangrijk is waar we dan uiteindelijk uitkomen. Ja, ja. En jij hebt het ook over een wat flexibelere definitie van het woord vegan. Hè? Voor wat ruimere, minder zwart-wit definitie. Mm-hmm. Best spannend, denk ik, om dat voor te stellen. Kun je hem toelichten? Ja, dat is inderdaad iets waar dan mensen soms kritiek op geven. Maar ik zou uiteindelijk mijn zachtste versie daarvan zou ik zo zeggen van we moeten kunnen aanvaarden dat verschillende mensen een verschillende invulling geven aan het woord vegan. En niet de politie spelen en zeggen van ja, maar als jij het zo definieert of zo toepast, dan ben je geen echte vegan en zo verder. Ik geef altijd het voorbeeld van kan een jonge vrouw zijn die bij haar oma iets gaat drinken en ze krijgt koekjes en die oma heeft die gebakken en er zit wel ei in. En die jonge vrouw heeft dat al een paar keer proberen uitleggen. Nee, oma, ik eet geen koekjes met eieren. Maar het lukt niet. Die oma bakt altijd opnieuw en die vrouw zegt van oké, ik eet dan 2 keer per jaar, 3 keer per jaar eet ik die koekjes. En ze noemt zichzelf nog altijd vegan. En iemand anders zou kunnen zeggen, als jij doelbewust niet vegan koekjes eet, dan ben je geen vegan. Maar dan is mijn vraag van, wat schieten we daarmee op met zo'n houding? We gaan die persoon verder vervreemden van ons. We worden er zelf niet gelukkig van zo kritisch te zijn. We maken die groep van vegans nog kleiner. En het effect van het feit dat die vrouw die koekjes eet met dat minimaal deel eieren is niet heel eigenlijk. Uiteindelijk, dat maakt niet zoveel uit. Dus we moeten in elk geval ons niet focussen op die laatste 1% van het vegan zijn. Mm-hmm. Het gaat om die 99%. Dus voor mijn part, een 99% vegan of een 98% vegan is een vegan. Is vegan genoeg. Ja. Zo zeg ik het. En ja, andere mensen kunnen zeggen van ja, nee, het is 100% of niets. Het is zoals zwanger zijn. Je bent zwanger of je bent niet zwanger. Ik vind die binaire houding, zo van ja of nee, alles of niks, vind ik zeer onproductief, want het jaagt heel veel mensen weg. Ja. Veel mensen gaan ontmoedigd geraken, gaan zeggen van ja, ik ga het niet worden, want ik kan het toch niet helemaal doen. En dan zeg ik van ja, doe zoveel dat je kan. En als je aan 99% of 97% of wat dan ook zit en je wil je vegan noemen, ja, je hoort erbij van mijn part. Je bent deel van ons kamp. Ja, zie je nog wel ook een rol voor de, nou, laten we zeggen, de hardliners. Degene die echt die dogmatische of die principiële boodschap willen blijven vertellen. Ja. Is die er ook? Ja, wel, we zijn allemaal ergens hardliners en idealisten. Hè? Maar de ene doet het op de ene manier en de andere op de andere manier. Mijn theorie, mijn geloof is dat de pragmatische kant die ik beschrijf in het boek, dat die nu vooral belangrijk is. Maar dat naarmate we meer en meer opties hebben die beter en beter en goedkoper enzovoort zijn, en naarmate dat er meer en meer vegans zijn, zullen wij
naar de toekomst toe radicaler en radicaler kunnen worden en daarmee ook effectief zijn. Vandaag zijn er veel radicale mensen, maar allemaal niet altijd heel efficiënt, denk ik. In de toekomst zal dat gewoon efficiënter zijn. En soms ben ik zo gefrustreerd met al het dierenleed dat ik zie, dat ik echt niet kan wachten tot die tijd. Dat ik echt graag radicaler actie zou willen doen en zou willen stoppen met de softe aanpak. Ja. En heb ik zin om ruiten in te slaan. Echt, wanneer was dat voor het laatst? Dat ik dat gedaan heb. Ik heb nooit ruiten in staan, maar ik heb wel eens gespuwd op de etalage van een bontmantel enzovoort. Dat soort van dingen. En ik zou graag ruiten inbreken van een bontmantel, maar dat kan niet. Dat is op dit moment niet aan de orde. Maar bijvoorbeeld moest je nu ergens een bedrijf tegenkomen dat bij wijze van spreken slaven echt houdt, dan zou je daar mogen ruiten in slaan, denk ik. Ja, je bedoelt, als de heersende mening zo veranderd is... En dat zal gebeuren. En we gaan dus op een bepaald moment zullen erop uitkomen waar dat die activisten die zo graag... en ik hoor daarbij, die graag een beetje scherper uit de hoek komen, die dat zullen kunnen doen met succes en met op een productieve manier, denk ik. Ja. En weet je nog wanneer je voor het laatst... Die zegt, soms wil ik dat wel weer eens. Is er recent nog iets geweest waarvan je dacht... van nou, nu wil ik eigenlijk de barricade op? Ja. Wel, toevallig zag ik iets over lijmvallen. Ken je dat? Dus dat zijn vallen voor muizen en ratten. Dat is eigenlijk gewoon een bordje, karton of hout, waarop dat men lijm doet. En die rat of die muis komt daarop vast te zitten. En die verhongert gewoon. Die kan niet meer weg. Ja. En dat is... zo vreselijk dat je denkt van waarom kan dat nu nog bestaan? En dan heb ik iets gedaan dat ik niet op die podcast hier kan vertellen. Oh, dat is wel jammer, zeg. Kun je het... God, nou gaat mijn fantasie alle kanten op. Een kleine vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid of sabotage. Dat was, ja. Is er iets kapot gegaan? Ja, er is iets kapot gegaan. kan ik je nog meer ontfutselen? Ach ja, er is... Ja. Er is ergens... Er is waar dat verkocht wordt, dus er is iets verdwenen of kapot gegaan. Ah, weet ik veel. Ja. Nou zeg, ja. Was dat een goed gevoel? Ja, dat die wel deugt. En dat is het, dat is ook het verleidelijke drama. Het geeft zo'n goed gevoel. Dus je kan soms de inefficiëntie van je actie niet zien, omdat ze zo'n goed gevoel geeft. Ja. Dat is altijd het gevaar. Schreeuwen tegen mensen kan zo'n goed gevoel geven, maar het is daarvoor niet effectief en we zien het niet. Ja. Dus meteen, ik zei al in het begin, het schuurde ook af en toe een beetje bij mij. Het was ook een beetje een spiegel. Het interessante van je boek is, ik kan er gewoon geen spel tussen krijgen. Mm. En elke keer als ik denk, nou, ik heb daar wel een argument tegen, dan geef jij dat argument tegen en dan ontkracht je dat ook weer meteen. Yeah. Het is gewoon, dat pragmatisme is gewoon heel praktisch. Laten we het zo zeggen. Ik heb het nogal gehoord van mensen die zeggen van, het maakt me kwaad, maar... Ik kan niet anders dan ermee akkoord. Ja, precies. Nou, ja, het maakte me zeker niet kwaad. Wel af en toe dat ik dacht... Het is toch ook wel een beetje een verdrietig mensbeeld. Dat we er eigenlijk van uitgaan dat we alleen om praktische redenen... die voor onszelf zouden werken, omdat het makkelijk is... omdat het gezonder voor ons is, dat we dan pas in beweging komen. En dat we als we de echte waarheid horen... dat die zo ongemakkelijk is dat we maar wegstoppen... Ja. Ja, ik zou niet willen dat je met dat beeld van mensen wegkomt uit het boek. Ten eerste, er zijn andere mensen ook die geboren worden met empathie enzovoort en die dat wel doen om die reden. Maar ook, en belangrijker, dat is hoe de verandering vaak begint. En je kan daarna, dus als een tweede fase, krijgen dat mensen effectief echt wel in die dierenrechten gaan geloven enzovoort. Maar ze zijn er gewoon op een andere manier ingerold. En dat kan geen kwaad, dat is helemaal oké. Als jij of ik vegan geworden ben, dan kan dat zijn... Ja, doordat er heel lang tegen ons gezeurd is door andere veganisten, dat we het ook niet vanzelf gedaan hebben enzovoort. Niemand doet het helemaal vanzelf. Dus iedereen heeft bepaalde stimulansen nodig. En soms zijn die stimulansen zo pragmatisch en herken je ze niet in je idealisme enzovoort. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit, zolang dat het er maar komt. Een mooie quote van iemand is... dat ging dan over kweekvlees. En die zei van... misschien is kweekvlees de technologische revolutie die de morele revolutie zal voorafgaan. Ah, ja. Dus we zullen een morele revolutie krijgen, ik ben daar zeker van. Ja? Maar
die moet ingeluid worden door bepaalde anderen. Het moet makkelijk genoeg gemaakt worden om ze te beginnen, en masse, met al die mensen samen. Ja. Ja. En hoe ben jij daar zo zeker van dat die komt? Ik vind het heel optimistisch. Wel, ben je blij mee? Ja, ik zou zeggen, van als ze er niet komt, dan gaan we het gewoon niet overleven. Want dan kunnen we niet meer geloven in rationaliteit en empathie. Dit is een argument. Het argument voor plant-based, voor vegan, voor dieren. Houdt zoveel steek vanuit een empathisch gezichtspunt, vanuit een rationeel gezichtspunt, dat het niet anders kan dan succesvol zijn. Als het niet succesvol is, dan gaan we het volgens mij als mens niet halen. Mm-hmm. En ik geloof ergens wel in rationaliteit en empathie. Ook al zijn er zoveel bewijzen van het tegendeel. Maar ik kan naar al die negatieve dingen kijken, maar ik kan ook kijken naar het feit dat wij... ik zeg het soms zo, wij zijn de eerste soort op aarde die zijn eigen voeding in vraag stelt. De eerste diersoort. Die echt zegt van, wat wij hier nu weten, is dat wel ideaal voor ons om te eten? Dat heeft nooit een leeuw dat gedaan. Hè? En dat is ook iets heel moois. Dat is een mooi punt voor ons, voor als mensen, als diersoort, om dat bereik te hebben. Dat is geweldig. En dus kunnen we ook heel, heel hoopvol zijn over onze soort, vind ik. Ja. Het is altijd zo dat je, als je pragmaticus bent en als je zegt van kijk, dit is het doel dat we bereiken, maar we kunnen het zo en zo bereiken, kan je bijvoorbeeld gezien worden als een verrader of zoiets. Of iemand die... Ja, apologist is iets dat mensen vaak gebruiken. Een apologist, een vegan apologist. Dat wil zeggen van je vergeeft mensen eigenlijk dat ze vlees eten. En terwijl dat het bij mij gaat om gewoon te proberen begrijpen waar als mensen vandaan komen om... makkelijker verandering en effectiever verandering te creëren. Je hebt natuurlijk ook de mensen die tegen de grote bedrijven zijn en die daar niet willen dingen bij kopen. En als je dan iets zegt dat eerder pro-kapitalistisch klikt, dan zijn ze daar ook zo geen fan van. Ja. En ik ben ook niet een grote fan van kapitalisme. Ik wil een compleet andere wereld. Ik ben een crypto-communist, laten we zeggen. En wat zei je? Een crypto-communist, in mijn hart een communist eigenlijk, die veel meer dingen gemeenschappelijk wil doen, die liever geen geld zou zien op de wereld. Echt ik zou daar allemaal heel ver in gaan. Hè. Maar we moeten de dingen doen die we kunnen doen op een bepaald moment. We moeten de dingen stap voor stap doen. We kunnen dromen van een ideale wereld, maar die kunnen we dan misschien hoogstens in onze eigen woonkamer inrichten. En daar komen we ook niet zo ver mee. Dus ik denk dat we moeten kijken naar dingen die de grootste verandering kunnen creëren. En meestal zijn dat, of gaat dat, instappen tot op het moment dat het in één keer rap begint te gaan. En dat we radicaler dingen kunnen doen. En dat het allemaal op den duur heel normaal wordt. En ik ben ervan overtuigd dat op den duur de verandering zo rap zal gaan dat we het niet eens meer merken en dat we niet eens meer gaan doorhebben van vroeger was het anders. Zoals als je nu kijkt naar toen er nog gerookt mocht worden op restaurants en in cafés, dat is nu zo raar. Of in ziekenhuizen en in scholen enzovoort. Dat is nu zo vreemd. En zo zal het ook zijn met vlees en met dierlijke producten, dat we dat op een bepaald moment zo vreemd gaan vinden dat we dat ooit deden. En ik denk dat er op een bepaald moment thesissen en doctoraten gaan geschreven worden om te proberen te verklaren hoe het kon dat iedereen eraan deelnam. Ja, ja, ja. En mag ik je tot slot nog vragen? Je zegt, er komt een moment dat het heel rap zal gaan. Mm-hmm. Mag ik je een kleine voorspelling ontfutselen wanneer we dat mee gaan maken? Het is heel moeilijk om te zeggen, maar het zou kunnen... binnen dit en een paar decennia zou het kunnen gebeuren dat we echt aan een meerderheid zitten van mensen die geen vlees meer eten. En vandaar dan is het nog een kleine stap, denk ik, om dan verder... Er is geen reden om te denken dat het ergens gaat stoppen, volgens mij. En het is nu nog altijd bergop. Op een bepaald moment gaan we in een stroomversnelling. En wanneer dat zal gebeuren, is heel moeilijk te zeggen, maar het gaat zo snel als ik
verwacht dat. En met bergop bedoel je ook dat nu nog de vleesconsumptie toeneemt, ook in wereldwijd ontwikkelende zeker, landen? Wereldwijd zeker, dus dat is het grote probleem natuurlijk, dat wereldwijd nog altijd is het aan toenemen. Maar er kan nog van alles gebeuren. Ik kan nog bijvoorbeeld, de overheid heeft er zich nog nauwelijks mee gemoeid. Maar op het moment dat de overheid zich zal moeien met vleesconsumptie, zoals ze zich momenteel aan het moeien is met klimaat en wetten vervaardigt uitvaardigt, waaraan bedrijven enzovoort zich moeten houden om aan al die klimaatdoelstellingen te voldoen. Als dat ook gebeurt met vlees, dan zal het een stuk rapper beginnen gaan, denk ik. Ja. Nou, Tobias, dank je wel. Graag gedaan. Ik noem nog even zo aan het eind dat jouw boek How to Create a Vegan World ook in het Nederlands uit gaat komen, begreep ik. Hoe gaat die heten? Naar een vegan wereld. Naar een vegan wereld. En wanneer kunnen we hem ongeveer verwachten? Ik denk dat het al augustus ongeveer zijn. Augustus, september misschien. Okay. En na 11 andere talen heb je besloten om hem toch ook in het Nederlands... Het ligt niet aan mij, het ligt aan de uitgevers die daar geïnteresseerd zijn. Ja. Okay. Nou, heel goed. Hartelijk dank. Ga door met de praktische aanpak. En mooi om deze blik ook mee te nemen in de volgende podcast. All right, dank je wel. Goed. En een goede terugreis naar België. Dank je. Dat was hem. Dankjewel voor het luisteren. De Vegan Foxpop werd gemaakt door Ernie van Dalen en het audio en design is van Marlon van der Pas. Wil je meer weten over hoe we de stap naar een plantaardige samenleving gaan maken? Volg dan onze podcast. Oh, en deel je hem ook met andere wereldverbeteraars. Dank je en tot de volgende keer.